Tekenen met factoren kan iedereen. Met Inkscape is het gratis. Je gaat naar inkscape.org en in de downloadsectie kan je eigen systeem uitkiezen en er staat precies vermeld hoe je het moet doen, stapje voor stapje. Als je het programma opent, zie je dit. Gelijk resultaat. Een vierkant. Trek ik gewoon vanuit de linkerbovenhoek naar beneden. De selectie. Klik ik aan, kan ik hier het vierkant groter en kleiner maken. Klik ik in het midden, kan ik het draaien. Wil ik het vanuit een hoek draaien, kan ik dit kruisje naar een hoekje slepen. En dan sleept hij daar vanuit, alsof hij daar opgehangen is aan een spijker. Natuurlijk heb je andere vormen, zoals een cirkel. Die zie je nu niet, want het is dezelfde kleur. Hieronder een hele selectie aan kleuren. Groen. Wil ik het ergens anders kiezen, kan het ook hierboven bij dit icoon. Klik ik op en dan kan ik van alles instellen. Het wiel is voor de beginner denk ik het makkelijkste. Aan de buitenkant de kleuren, aan de binnenkant de waarden naar zwart en naar wit. Als ik dit scherm niet meer wil, klik ik op het kruisje. De ster. Hier maak ik een ster. En zo wordt het een polygoon, noem je dat, denk ik. Verder is het nog handig om te weten, als je een perfect vierkant wil maken, dan druk je de controltoets in en dan sleep je het vierkant. Het is nou perfect vierkant. Stel je voor, je wil ronde hoeken, dan pak je deze tool, Edit Path by Nodes. Pak je zo'n puntje en dan sleep je die naar beneden. Oh, nou is het zelfs een cirkel. En zo is het weer een vierkant. Om het vierkant beter te kunnen zien, pak je het vergrootglas. Haal je hem dichterbij. Ik zal deze even uitdoen. Deze heeft nu... Nou, misschien moet ik nog wat dichterbij halen om het op de video te kunnen demonstreren. Een roze strook. Als ik dat vierkant selecteer en ik klik op de strook, dan kan ik hier het kruisje in klikken. Doe ik dit paneel dicht en bam, de strook is verdwenen. Hieronder zie je allemaal informatie. Hier staat vierkant in layer 1. Dat is op zich erg handig. Ik ga nu een onwijs dikke strook aanbrengen. Ik klik op strook. Kan ik hier in het wiel kiezen. CMYK, HSL, RGB. Is allemaal een beetje ingewikkeld voor de beginner. Doe maar wheel. Ik doe de strook lekker rood. Ik kan trouwens ook aan deze schuifbalk naar rechts schuiven. Nou wordt de strook niet rood, want het puntje zit helemaal in het zwart. Nu wordt hij rood. Nou kan ik bij strookstijl
de strook wat dikker maken. 2 punten. 3. Dus zo doe je dat. Ik kan een andere manier laten zien van je blokje kleuren. Ik schuif even mijn blokje opzij. Vuil. Import. Haak hier even naar een foto die ik heb gemaakt. Groepsfoto, carnivalen. Open. Kan je kiezen of je het wil embedden of dat je alleen maar een link wil. Wil je alleen maar een link, moet je nooit je foto verplaatsen of je bestand verplaatsen, want dan kan je hem niet meer vinden. Doe maar embed. Ik klik op oké. Okay. Daar hebben we de groepsfoto. Nou pak ik het vierkantje, dat selecteer ik met mijn selectiegereedschap. En ik pak de eyedropper tool. Omdat mijn scherm op dit moment vrij klein is voor de video, staat dit pijltje hier. En hier vind je dropper. Dus de kleur van het jasje. Hier dit paars. Of de straat. Of dit huis op de achtergrond. Een foto nemen is meestal wel een goede manier als je kleurbalans wil handhaven. Hierbij gelijk een opmerking over versnelling van je proces. Als je je muis stil laat staan boven een gereedschap, vind je aan het einde van de regel, dus hier zie je F8, hoe je dat object selecteert. Dus nou, bijvoorbeeld Create Rectangles and Squares is F4. Klik ik nu F4 in plaats van dat ik met de muis klik. En zo leer ik dan hoe ik het moet doen. Hé, hey, dat heeft hij blijkbaar... Oh ja, toch wel. Nee, niet. F4, ja. Padam. Het ongedaan maken van een actie kan je doen onder Edit, Undo, Create, Rectangle. En daarachter staat tegelijk de sneltoets. Door dat gelijk uit te voeren, in plaats van op deze knop te klikken, leer je dat uit je hoofd. Ctrl, Z, Ctrl, Z. En dan krijg je al die kleuren weer, die ik net heb geselecteerd. Ctrl, Z. Een gradient. Ik heb hier een groen vierkant. Onder het pijltje vind ik gradient. Nu kan ik gaan slepen. Dit is een lineaire gradient. Als ik nou ga selecteren, dus dat is F1, maak ik even een andere kleur, ga ik opnieuw naar gradient, dan kies ik hierboven een cirkel gradient uit. En dat is dus een cirkel. En hier kan ik bepalen hoe die verloopt. Heel handig. Als ik nou het vierkant deselecteer en de strook weghaal. Even. Nee, we gaan hiernaar. Heel grappig is nu, als je het vierkant verschuift, dan gaat gradient niet mee. Moet je opnieuw gradient selecteren en die kan je dan weer op zijn plek zetten. Dat werkt net even anders dan in Illustrator. Selectietool. Hier kan ik de sneltoets zoeken om hem te dupliceren. Ctrl D. Ctrl D. Je zag dat hij donkerder werd. Als ik hem nou versleep, dan moet ik dus die gradient ook weer mee verslepen.
De tekst tool. Nou, hier een grote A, duidelijk, F8. F8. Klik ik in beeld. Hey, joh. Even op inzoomen, vergrootglas, F3. Plus, plus, plus. Even met mijn schuifbalkjes omhoog. Plus, plus, plus. Lekker groot. Als ik nou de selectietool pak, dat was F1, kan ik een tekststijl kiezen. Hiervoor ga ik naar tekst. Tekst en font. Dan kan ik kiezen wat voor font ik gebruik. Dacht ik. Oh, je ziet hier. Moet je eerst klikken apply. En hieronder zie je eigenlijk een voorbeeld van de tekst. Apply. Italic. Apply. Close. Kan ik dus altijd verschuiven. Uit zijn verband trekken. Draaien. Draaien dus door hieraan te slepen. Wil ik hem verplaatsen, klik ik op de tekst. Kan ik hem verplaatsen en verkleinen. Wil ik hem terugdraaien, klik ik op de tekst. En draai ik hem weer terug. Als je een tijdje hebt gewerkt aan je file, wil je het natuurlijk bewaren. File. Save. De eerste keer krijg je dit veld te zien. En let erop dat je hem opslaat als een Inkscape SVG. Dan kan je de volgende keer gewoon heel makkelijk in verder gaan. Als je bijvoorbeeld een andere kiest, dan is dat minder makkelijk. Dus sla hem op als Inkscape SVG. En als je hem wil exporteren, dan sla hem dus eerst op als Inkscape SVG. En daarna als een PNG is geschikt voor het web. De andere zijn niet zo handig eigenlijk. Dus ik zou hem opslaan als PNG of als Portable Document Format. En de andere opties zijn op dit moment niet van belang. Maar dat je dat even weet, dat als je er verder aan wil gaan, Inkscape SVG. Cancel, want ik hoef heel niet te bewaren. Nog een manier waarop het altijd goed gaat, is File. Export bitmap. Kun je browsen. Neerzetten waar je wil. En een naam geven. Er staat al automatisch achter PNG. Ik noem hem in dit geval ding. En ik doe hem in pictures. Save. En dan hier nog een keer export. En dan heeft hij hem geëxporteerd.